you don't see the difference between us two. Vandaag komt de tatoeëerder langs. En ik denk niet dat ik nog een tatoeage ergens ga zetten. Ik wil gewoon even mijn eyeliner terugbrengen. En die heb ik voor jullie opgenomen. Soms ben ik echt in een winehouse mood en andere keer weer niet. Al mijn bretspoppen. We hebben heel veel zelfgemaakte kleding met mama toen al. Een asymmetrische jurk. Quarantaine Q&A's. Met Kim Kardashian of Beyoncé in quarantaine zitten. Nou, heel makkelijk. Welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Ja. We hopen dat alles allemaal oké met jullie gaat. En dat iedereen in gezonde gezondheid is. Zoals je misschien al is opgevallen, is onze banner van YouTube nu Neon. Voor te matchen bij onze collectie. Een beetje laat, een beetje beter later. We zijn wel heel trots op dat we een nieuwe banner hebben. En dit willen we eigenlijk per seizoen gaan veranderen. En we vinden het echt heel erg leuk geworden. Dus vandaar dat we ook Neon even aan hebben in de introductie. Dus we horen graag in jullie comments of jullie dit ook leuk vinden. Wat gaan jullie deze week van onze week zien? Ik ga mijn tatoeage bijwerken en Mike heeft een nieuwe tatoeage. Dit is wel voor het coronavirus gedaan en gezet. Dit was nog net 15 maart, een zondag, toen we nog eigenlijk heel vrij waren en alles konden doen wat we wilden. Ja. Dus dat wilde ik eigenlijk van tevoren eventjes zeggen. Ook laten wij ons kantoor zien hoe wij onze swipe-ups regelen voor Instagram. Hoe wij dit allemaal qua setjes klaarmaken voor jullie en hoe we dit op de foto zetten. En ik doe een make-up tutorial met mijn winged eyeliner, want die is terug. Dus ben jij benieuwd wat we allemaal deze week vlog gaan doen? Blijf kijken! En abonneren! Love! Eindjes! Oké, even een update betreft wat wij nu eigenlijk aan het doen zijn. Zoals iedereen weet, er is natuurlijk het coronavirus. En Jules en ik hebben er zelf als onderneming gelukkig niet heel veel last van. Maar alsnog zijn we er natuurlijk wel echt de dupe van. Aangezien de winkels gaan sluiten, al onze verkooppunten. Dus alle bezoekers die ze normaal lieten hebben en al vaste klanten komen natuurlijk ook niet meer langs. Maar gelukkig bestaat nu de tijd ook online, dus webshops. Je ziet gewoon dat de klanten nu veel beter hun best moeten doen online. Om alles te promoten en ook te verkopen. Maar gelukkig gaat het goed, ook voor onszelf. We zijn heel druk bezig met online, ook om leuke swipe-ups voor jullie te maken en het zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En iedereen heeft gelukkig wel een comfy outfitje nodig voor thuis. Dus stel, wij hadden nu echt hele jurkjes gehad en hakken, dan was het niet zo goed verkocht. Maar aangezien wat ik nu ook weer aan heb, de twins met Lurex, is ook gewoon heerlijk voor thuis. Daar hebben we echt een mazzel mee. Sue en ik willen hier natuurlijk op inspelen. En we zijn nu setjes aan het maken. Ik heb hier al het roze. Dat hebben we allemaal van thuis meegenomen. Het tie-dye pak. Het groene serietje wat we eventjes gaan stylen. Oranje, geel en zwart. En we hebben net heel kantoor opgeruimd, zodat we nu een beetje eventjes alles te doen krijgen. Dit zijn onze schoenen die we nog moeten shooten. En ik heb mijn nieuwe triple S schoenen aan met roze. Oh, ik heb echt geen balans op één been. Love it. Bij Bo Binnens natuurlijk weer gekocht. We gaan nu even leuke setjes maken. Leuke swipe-upjes. Shoe komt eraan. Die is nog volgens mij iets aan het uitpakken hoor. En ik heb weer mijn winged eyeliner teruggebracht. Trek ik weer een lijntje. En dat lijntje breng ik dan terug. Dat heb ik een tijdje niet gedaan. Dus ja, we vinden het heel vervelend. En we hopen dat iedereen goed oplet. En als je thuis kan werken, werk je thuis. Wij hebben nu op het kantoor ook dat we in shifts werken. Dat 2 dagen in de week dat ze thuis werken en de rest hier op kantoor zijn. Dat we elkaar afwisselen. En we werken nu allemaal apart in de showroom. Sjoen, ik zit eigenlijk alleen in het kantoortje. Ik zal even daarheen lopen. Sjoen, ben je klaar om foto's te maken? Nee. Kom, kom. Ik wil het al eens laten zien. We hebben hier even dit hekje voor deze terror. Het is nu wel echt een mega. Ja, maar het is even madhouse ook in ons hoofd en ook op kantoor. We zitten helemaal alleen. Normaal gesproken zitten we hier met ons hele team. Dan weer zijn overal een soep maken. Ja, we gaan het even opruimen vandaag. We gaan eerst iets maken. Kom, hoe ben je het voor je? Ik weet niet besteld. Jules bestelt zoveel dat ze niet eens meer weet wat ze besteld heeft. Nu deze tijd is ik alleen maar online. Kom. We gaan even alle swipe-upjes regelen. Om online een beetje te stimuleren, Sjultje. Ja, en om de klanten ook een beetje te helpen, zodat ze die poepjes ook kunnen overpakken. Ja, en Stinky ligt lekker in het kleding Walhalla Paradijs. Op onze setjes. Je ziet hem bijna niet, Stink. 2 uur later. 2 uur later. Ik ben nu alles aan het aanpassen voor Marie om alle lookjes af te maken. Ik leg nu de legging pants, het Tarzan hemdje en het denim hekje. Iets sportiever lookje. Ja, en we love it. Maar jullie hebben het vast al voorbij gekomen op onze swipe-up. Nu we dit aan het shooten zijn. Maar goed, we hebben nog heel veel te gaan. Dus hier. Echt hè? Zo, so, we are done. Oh. Al deze tassen zijn geshoot. Je hebt geen zin meer om het op te ruimen. We gaan meteen naar kantoor. En dan gaan wij nu de swipe-upjes doen. We kregen heel vaak de vraag, hoe is het nou met ons? Wij laten bijna iedereen elke dag thuis werken. Ja. Behalve Yara, die zit eigenlijk elke dag op kantoor. Maar onze showroom is zo groot dat dit eigenlijk niet bij elkaar in de buurt komt. Nee, normaal gesproken zitten ze alle in één kamer. En nu hebben we het echt verdeeld onder per showroom. Sjoen en ik zitten in één showroom en Yara in de andere kant. Nee. We werken met mondkapjes op, we hebben besmetbare handschoentjes. Ja, handschoentjes. We hebben gels op kantoor staan en meer kunnen we eigenlijk niks doen. Het is natuurlijk wel een hele rare tijd. Niemand heeft het nog ooit meegemaakt.
gemaakt. Ik denk voor iedereen dat het een beetje gek is. Dus ook voor ons. We hopen heel erg dat het natuurlijk snel over is. En dat iedereen weer heel gezond eruit komt. Ja. Maar ook wij hebben natuurlijk in ons hoofd. Al onze kleding is al ingekocht. Betaald voor winter, juli, augustus. Beleving. Dus wij hopen dan ook zozeer bezig dat het allemaal goed verloopt. En dat niemand er economisch heel slecht op achteruit gaat. We proberen ook alle klanten te helpen. En de klanten proberen ons ook te helpen. Tot nu toe klop ik het af. Gaat eigenlijk allemaal goed overleg. En gaat het ondanks deze tijd nog wel goed. Want de klanten doen enorm hun best. Gewoon op Instagram nog steeds bij ons te verkopen. En jullie supporten ons ook heel erg om dingen op onze webshop te bestellen. Dus heel veel dank daarvoor. We gaan vandaag weer met het hele team alles inpakken. Met mondkapjes natuurlijk op. Afstand van elkaar en handschoentjes aan. Ja. Om alles zo snel mogelijk bij jullie te krijgen. Dat jullie ook thuis kunnen zitten in je quarantaine Reiners outfit. Want dat is nu wel wat je het meest draagt. Ja, Reiners is gelukkig echt een comfy label. Dus iedereen koopt echt comfy outfitjes. Lekker draagbare dingen voor hun huis. Daar wil ik gewoon heel veel mazzel mee. Wat we vooral missen nu deze tijd is gewoon onze familie. Met mama en papa, zoals die verjaardagen vieren met z'n allen zijn. Dat en gezellig ook wel. Eten, dat we mee kookt en mama kookt. Maar we zijn zo blij dat iedereen gezond is. Dat we bovenaan. Dus dat komt wel. We hebben nog zoveel jaar te gaan. Dus die tijd gaan we gewoon allemaal in halen met elkaar. Ja, dat is wel leuk als je een beetje short zit. Wat fijn. Wat een haar heeft Maria, jongens. Heeft het nooit los. Normaal. Nee. Scheelt er een mega stuk. Oh ja, ik kan ook niet naar mijn heerlijke kapster om het te feunen. Dus al die luxe dingetjes. En onze nagels, wat we normaal gesproken altijd hebben, is gewoon weg ook. Kunnen we het wel zelf zetten? Oh, ik heb niet eens over nagedacht, weet je dat? Dat kunnen we zelf ook. Ik het al. Maar goed, hè. We vinden het super knap iedereen die meehelpt in de zorg. En iedereen helpt er beter te worden. Dus we hopen ook dat iedereen ook echt thuis blijft. Ja, en dat je echt gewoon oppast. En gewoon echt naar het RIVM luistert. En Mark Rutte gewoon wat advies. Want we willen gewoon niet dat het hier zoals Italië wordt. Nee. Dus blijf alsjeblieft thuis. En be safe. En be safe. Ik start mijn ochtend met een heet water met citroen. En dan ga ik straks, net even naar de troep, amandelmelk maken. Want heel veel mensen vroegen ook wat we aten elke ochtend. Amandelmelk gebruik ik met havermout. Doe ik een snufje kaneel bij. En een banaantje doe ik er straks op, een half banaantje. En dat is dan mijn ontbijt. Maar ik ben eerst nog filmpjes aan het maken. Aangezien ik thuis ben. En ik kan niet zo heel goed tegen om niks te doen. Dus ik draag momenteel de gratis in het crème. En ik ga vandaag allemaal swipe-upjes maken. Zodat klanten het ook gaan bestellen. Want ook voor ons. Is het natuurlijk best wel tricky. Want onze winkels hebben natuurlijk minder druk nu door corona. Dus we hopen dat jullie allemaal blijven bestellen bij ons, zoals bij de winkels. Zodat de Reiners collectie toch nog goed wordt opgevangen en een nieuwe stijl zou kunnen uitleven. Dus vandaar ben ik ook eventjes alles aan het swappen. Ik zie mijn schoenen op tafel staan. Dus even een shout-out. Hoe mooi zijn deze Triple S? Wij zijn verliefd. We hebben inmiddels 10 paar. We weten het is overdreven, maar het zijn onze favorite schoenen. En die bestellen we altijd bij Bo Berends. En hij past gewoon zo mooi bij de crème collectie. En bij zwart eventueel gekomen. Dus kijk hoe mooi nieuw ze nog zijn. Dit zijn onze nieuwste plaatjes. Dag nummer 3 van binnen zitten. En mama heeft het voor de deur afgegeven. Een heerlijk gehakt met stoof. Broccoli. Stoof, nee, ik wil stoofvlees zeggen. Gehakt met een stoofpotje. Nee. Broccoli met aardappel. Ik moest haar folie eraf halen. Deze. En deze in de oven zetten. Julie, normaal gesproken eet je vaak bij je moeder. Hoe doe je dat nu? Nou, dat is een hele goeie. Mama heeft in het begin van de tijd heel veel naar mij toegebracht en voor de deur gezet. Ja. Alleen nu zit ik aan HelloFresh, dus ze komt dan zelf aan de deur. Het zijn best wel makkelijke maaltijden die je zelf kan maken. En ook lekker verse producten, dus je krijgt ook gewoon genoeg je vitamines binnen. Ja, dus dat doe ik eigenlijk nu ik niet meer zo vaak bij mama kan zijn. Dus dat heb ik nu besteld. En dat maken Mike en ik dan. Ik doe zo min mogelijk boodschappen, want dat vind ik toch wel een rare sfeer of zo als je daar in de Albert Heijn loopt. Alleen als het nodig is en ook in je eentje. Maar ik ben nu heel blij met HelloFresh. Het gewoon elke woensdag bij mijn thuis komt met 4 maaltijden. Dus dan hoef ik sowieso niet meer de deur uit. Ik heb alleen niet olie in huis en mosterd. Iedereen wel in huis heeft Jill niet. Dus dat moet ze nog wel even inslaan. Dus dat moet ik wel nog inslaan. Maar dus dat ging mijn vriend vandaag doen. Ik ben aan het wandelen met Stinky. Ik heb een theetje meegenomen. En Mike ook. Oh. Where is Mike? Hij heeft ook zijn koffietje meegenomen. Zo gaan we Stinky uitlaten. Ik wil een theetje. Mike met een koffietje. En een peukie. In de Reinersbroek. Ik draag jouw kleding. Jij draagt mijn kleding. Oké, vandaag komt het tatoeëerde langs bij ons. Hé Mike? Want ik moet mijn vinger bijwerken. Want die is, heb ik te veel ingesmeerd. Omdat ik dacht, ik wil niet dat hij weggaat. Maar nu is hij dus te mooi geheeld. En Mike gaat nog een paar tatoeages bijwerken. Hij komt vandaag naar ons toe. Dus super veel zin in. En ik ga het voor jullie ook meenemen en filmen. Super excited. En ik denk niet dat ik nog een tatoeage ergens ga zetten. We gaan vandaag tatoeëren. We gaan vandaag tatoeëren. Kleine Stinky. Kleine Stinky. Waarom blijf je nou niet rustig liggen? Kom maar dan. Kom maar op de bank. Kom maar. Ja.
Gaan we hier maar zitten dan. Altijd bij mama. Altijd bij mama. Daar gaan we beginnen. Whisky. Whisky. Nou, zijn we bezig? Trek je het nog, mam? Ja. Nu nog wel, op de vlog wel. En still going strong. Ik let zo het eindresultaat zien. Nou, je hebt hier een broodje gemaakt. Dat gaan we even in het zonnetje opeten. En ook stinky wild vleesje. Lekker is stink. Nam, 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 nam. Ja, maar de platform is hier naartoe open. Dus die kant naar achteren. Naar die kant. Ja. Ja. Kijk maar even op de foto. Sunflower it is. Hè? Dat is wel grappig. In het gezichtje van... Het is lijkt... Oh. Je kunt daarmee ook focussen op dat scherm. Ja. Dat is chill. Even kijken. Dit is, nou, niet te bewegen. Nog niet het eindresultaat, maar bijna klaar. Hoe beeldig. Because you're a sunflower. Sunflower. Wat is verder? Ik ken dit nummer sowieso niet. Cheers, Pip. Salut. FaceTime met Marie, zodat ze er ook een beetje bij is. Ja. Ja? Marie was te curious naar Mike's tatoeage. Oké, okay, ik spreek je zomaar. Zo. Love you and kiss you. Bye. 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 Bijna klaar. Pretty. Oké, okay, we zijn klaar. Ben je benieuwd, mop? Ja. Je sunflower. Eén keer van dichtbij. Echt een plaatje. Die baas hebben ons heel goed ingelijkt. Mimi, kleine tattoo. Wat zeg je? Mooi. Wat dan? Ja, wat je heel mooi? Wij werken. Wel duidelijk. Ik ben een Spielbergje aan het doen. Echt? Spielbergje. Ja, inzoomen, ja. Emotie heet dat. Wil je ja, emotie heet dat. Emotie. Ja. En wegdraaien. Ik zie je gewoon inzoomen. Tatoeages, ja, ik moest die van mij laten bijwerken. Aangezien ik hem te veel had ingesmeerd. Te... Ja, je ziet ook het verschil eigenlijk. Die van mij is nog niet bijgewerkt. Oh ja, en die van Shiel wel. Het is veel donkerder en veel mooier lijn. En ik heb het laten zetten door Robin Karels. Die is heel goed in fine line tatoeages. En ik heb het over My Mike opnieuw. Die is ook gaan vervagen, maar het is meestal tussen de vingers. Wacht, waarom doe die niet? Oh ja, kijk. Oh ja. Ik heb ook weer My Mike laten tatoeëren. Door die ring is het een beetje lastig. Dus die heb ik nu ook niet ingesmeerd. En dat is echt een top idee. Want ik heb hem één keer ingesmeerd. Dus het echt, korstjes opkomen. Maar voor de rest niet. En Mike heeft een zonnebloem laten zetten. Dat heeft hij eigenlijk laten zetten voor zijn dochtertje. Want hij luistert altijd de zonnebloem. Een nummertje met allemaal zonnebloemen erin. En Solis betekent ook zon. Dus daarvoor ook die betekenis van het zonnebloempje. Ja, heel, heel mooi klein gezet. En toch een herinnering aan zijn dochtertje. Ja, dus dat is heel erg fijn. Dus we zijn nu weer aan het bedenken wat we voor nieuws gaan zetten. Alleen nu met corona. Kan het natuurlijk even niet. Nee, en Jill en ik willen ook met mama en Romee wat samen zitten. Dus nu, het is wel waar, als je er één kleintje hebt, wil je toch wel wat meer. Ja, en deze hebben we dan nog gezet voor Romee, Julie en Marie. Voor ja. We dan vragen krijgen als zussen. Onze initialen. Onze initialen, dus er komen zeker wat tatoeages bij. Maar allemaal kleine, fijn tatoeages door Robin Karels. Dus dankjewel dat je bij ons bent langs geweest. Want het was echt top bij ons ja. Thuis, dat je kon tatoeëren. Natuurlijk alles volgens de hygiëne de maatregelen gevolgd, hè jongens. Oké, okay, quarantaine Q&A's hebben wij voor jullie opgenomen of bedacht. Even kijken. Even wat leuk. Ja, tussendoor. Zouden jullie liever de hele dag in strakke spijkerbroek zitten of op hoge hakken lopen? Ik op hoge hakken lopen. Ik zou echt niet de hele dag. Kijk, ik heb nu een spijkerbroek aan voor de mensen die haten. Ik ook, maar kijk, het eerst. Die van mij is fucking stretch, dus het lijkt net een soort van legging kledenhuidje. Wat jij aan hebt vind ik vreselijk. Ja, zo Levi's. Ja, die knoop ook niet dicht. Nee, het zit zo vreselijk. Dus nee, liever een hele dag op hakken dragen. Want we dragen echt wel hakken. En we kunnen ook echt wel op hakken lopen. Maar we doen het gewoon niet zo vaak. Nee, soms. Gaan we vaker doen. Met Kim Kardashian of Beyoncé in quarantaine zitten? Nou, heel makkelijk. Kim Kardashian. Ja. Jij ook. Ja, ik sowieso ook. Ja, ik vind Beyoncé heel leuk hoor. Maar ja, dat is niet echt mijn ding. Sowieso Kim Kardashian. Zonder telefoon, computer, tv of zonder jullie hondjes de quarantaine doorbrengen? Zonder telefoon. De hondjes zijn gewoon veilig bij iemand anders natuurlijk. Ja, boeit me niet. Quarantaine tijd, hoe lang is dat? Heel lang. Je kan niet meer je werk doen.
Nee. Weet je, ik weet goed gevraagd. Jij neemt mijn hondje, Stinky, en ik neem jouw telefoon. Ik neem jouw telefoon. Ja, als we eens kiezen gaan honden altijd natuurlijk voor. Ja, tuurlijk, maar werk ook. Werk gaat wel voor mijn hond. Bij mij. Ja, maar ik ga hem niet ergens anders neerzetten. Nee, oké, maar als ze zeg maar bij mij zijn. Voor jou. Ja, dat is prima. Dat zouden we doen. Alleen maar super lekkere dingen in huis hebben. Na de quarantaine 5 kilo zijn aangekomen. Of alleen maar hele super gezonde en 5 kilo afvallen. Nou, 5 kilo afvallen kan er wel even bij. Nou, ik moet zeggen, ik sport nu elke maandag, woensdag en vrijdag met krachtmeesters. Via Facebook Live om 7 uur. Ja. Dus dat gaan jullie volgende week ook in de weekvlog zien. Ik vond het in het begin natuurlijk heerlijk om lekker te snacken en lekker op de bank te zitten. Maar nu ben ik het zat. En nu wil ik toch wel weer heerlijk gezond blijven. Ja, je krijgt ook veel meer energie van als je gezond eet. En gewoon meer pit of zo. Dus wij gaan zeker gezond eten. En proberen juist om voor de zomer alsnog slank te zijn. En niet die motivatie verliezen. Nee. Om nu heel veel vette dingen want te eten. Want we houden het niet in. Want we willen op vakantie dit jaar nog. Ja. En dan willen we wel gewoon een mooie summer body hebben. En het is ook gewoon lekker. En onze bikinis van de Rijn is een rokken. Rokken. En als jullie nog meer leuke quarantaine vragen voor ons hebben. Laat even weten onder de vlog. Dan gaan wij dat natuurlijk voor jullie beantwoorden. Jullie zijn aan het zoeten. En Stink denkt, ga lekker bij mama liggen. Maar dat is niet de bedoeling. We zijn een nieuwe tie-dye stijls aan het shooten. Wil je Stink voor mij op de bank zetten dan? Oh, liefje. En ik draag nu ook het nieuwe tie-dye setje met een spijkerjas. En het tie-dye bikersetje met een bikershort. I love this. Moet je hem wel in de gaten houden. Ja, ja. Oh, Stink, wat ga jij doen? Dan is het eindelijk zover. De twin set in tie-dye. Oh, I die for this set. Leuk hoor, Jules. Tie-dye. Tie-dye, ja leuk. Okay. Oké, en ik draag momenteel het Antarsia tie-dye topje. Wat is dit touwtje vervelend. Met de Antarsia skirt. Hoe beeldig. En dan met de shoes van Leiners. We zijn nu aan het shooten, zoals het is al ingezoomd. In de studio met Chelsea. Op afstand. Maar het kan gelukkig met onze grote stijl shoot hier in de studio. En ik ben helemaal verliefd en ik kan niet wachten tot het zomer wordt om dit lekker naar buiten aan te doen. Ik draag het gewoon al, maar ik ben altijd best fleurig deze tijd. En de twin set komt ook in het sage green met een mooie tie-dye. Wij zijn zelf helemaal verliefd over deze stijls en super enthousiast. Het staat ook beeldig. My god. We hebben wel een paar eyecatchers en nog de hoogzomercollectie. Wat we natuurlijk nog gaan uitleveren met bikinis, handdoeken en slippers. Dat komt midden april binnen, girls. Dat gaan we wel in etappes uitleveren. Vanwege het coronavirus heeft de laatste levering nog steeds vertraging. Ja. Dus helaas kunnen we niet als één collectie uitleveren. Maar we hopen wel dat we per plukje kunnen uitleveren. En dat jullie dus dan ook kunnen bestellen en kunnen sparen voor wanneer de andere bikini weer binnenkomt. Ja, het ziet er heel mooi uit. We hebben heel veel ons best gedaan voor de hoogzomercollectie. We hebben het ook weer geshoot voor jullie in de fotostudio. En het is echt hele mooie pasvormen, ook nog wel een betaalbare prijs. En de slippers krijgen we ook terug. We hebben ook heel veel vragen naar alle leuke nieuwe kleuren. In oranje, geel, groen, roze, zwart, wit. Oranje, geel niet. Jawel, maar wel minder. Oh echt? Ja. Oh, sorry. Dat wist ik. Ik dacht dat we dat niet hadden gedaan. Ja, ik ook, maar ik zag net op de voorraadlijst. Ah, dus dat krijgen we ook allemaal binnen. En we hebben alle foto's gemaakt in de fotostudio. Misschien leuk om te weten. Er is niks aan Photoshop. Dus ik kreeg heel vaak de vraag of wij dat deden. Natuurlijk doen we af en toe wel een fotootje en dingetje. Wij werken op onze Instagram. Maar ja, maar de webshop is echt... Webshopfoto's zijn gewoon echt gewoon allemaal unpolished. En allemaal puur natuur. Tijdens de quarantaine heb ik dus geen make-up gedragen. En ik was het helemaal zat. Ik zag er echt uit als een zwerver. Ik denk echt, ik moet even wat weer aan mezelf doen. Ik heb echt elke dag mezelf mooi opgemaakt. Ja, maar ik had geen zin om te douchen. En dan doe je geen make-up op. En dan heb je een jogging aan en zo'n wijd t-shirt. En denk ik van bah. Nee, vind jij het make-up dan veel mooier? Ook ja. Zie je er dan zeg maar niet uit met een mooi fris make-upje? Dan zie je er altijd. Ja, daarom dacht ik, ik wil gewoon even mijn eyeliner terugbrengen. Dan ben ik weer helemaal mezelf. En die heb ik voor jullie opgenomen. Ik heb hem vandaag weer op. En daar heb ik ook een paar tips en tricks hoe ik mijn wing eyeliner zet. En dat jullie het ook thuis kunnen doen. En welke producten ik hiervoor gebruik. Maar ik draag zeker thuis elke dag make-up. Ook al ben ik dood, zie ik draag ik nog make-up. Ja. Want ik vind het gewoon fris. Nee, ik heb echt nu weer dat ik denk, oh lekker. Heb je weer make-upje. Oké, good morning. Aangezien Sharon en ik heel veel vragen krijgen nog steeds over ons make-up. En ik weer laatst helemaal into de eyeliner ben. Dacht ik, ik ga het weer een keertje voor jullie filmen. Hou wel rekening mee, want de vorige keer had ik daar heel veel comments op. Dit is TL-licht in de badkamer. Ik heb helaas geen goede plek om het daglicht te laten zien. Dus het kan wat donkerder of andere kleur overkomen dan echt in het daglicht. Maar dat zal ik dan ook eventjes zeg maar daarna gaan filmen hoe het in het daglicht eruit ziet. Ik heb net gedoucht. Frenkie vraagt om aandacht, dus... Als jullie iemand horen piepen, in het week. En zo. Mijn haar altijd even vast als ik moet make-up. Niet dat haar in mijn gezicht zit. Nou, dit is mijn frisse goedemorgenochtendkoppie om 7:30. En mijn wenkbrauw is, zoals je ziet, zijn helemaal nog acacia getekend. Dus dat is echt ideaal. Ik heb altijd mijn make-up in een dustbag. En ik heb nu een hele leuke uitgekozen. Ik verwissel even af en toe. Aangezien soms het wel helemaal vies wordt. Ik moet even aankomen.
De hondje zit op bed op me aan het wachten. Ik begin eigenlijk niet met een dagcreme. Normaal gesproken wel, maar ik heb nu geen goede. En ik heb de laatste tijd heel snel last van allergie, dus ik durf het nu eventjes niet aan. Aangezien ik de vorige keer natuurlijk een paar vlogs geleden echt helemaal onderuit zag gehad. En toen had ik net een nieuwe dagcreme geprobeerd. Dus vandaar dat ik het eventjes nu zonder doe, maar normaal gesproken normaliter wordt het wel. Wij gebruiken nog steeds van deze van MAC, Studio Fix. En kleur is natuurlijk op mijn huid gebaseerd. Hij is nu wel iets donkerder, omdat ik best wel wit ben nu. Eigenlijk eventjes naar weer naar de zonnebank. En ik breng altijd mijn foundation aan met een kwast. Zonder mijn vingers, dat vind ik vies. Ik heb nu een beetje veel gedaan. Ja. En ik hoop dat jullie het zo een beetje kunnen zien. Hij is wel lekker dekkend, maar ook niet het gevoel dat je zeg maar ziet dat je een hele make-up laag op hebt. Dat vind ik nooit zo mooi, dat je al je poriën doorheen gaat zien. Dus ik vind deze echt perfect. Hij is ook lekker uitsmeerbaar. Kijk, en dit bedoel ik. Het lijkt nu echt een hele andere kleur als mijn huid. Maar ik zal het zo even in het daglicht laten zien. En dan is het niet zeg maar zo oranje. Ik heb ook net gedoucht, dus dan ben ik meestal ook een beetje rood nog. Zo, een beetje in mijn nek. Dat is eigenlijk leftover mijn voorhoofd. Ik doe niet zoveel mijn voorhoofd eigenlijk. Zo, kijk hoor, even dichterbij. Of het goed uitgesmeerd is. Weer zo snel mogelijk voor jullie te doen. Zo. Nou, basis is mijn foundation. En als ik nu Smoky Eyes had gedaan, dan had ik nog even gewacht met mijn concealer. Maar aangezien ik nu mijn eyeliner op ga doen, omdat er heel veel vraag naar was, ga ik nu meteen met mijn concealer beginnen. En ondertussen zie ik Frankie dat heel staat. Dus Frank, ga eens af. Even zoeken hoor. Oh ja. Oké. Ik heb het eigenlijk beter ook even voor kunnen bereiden, alles te kunnen pakken. Nevermind. Mijn concealer gebruik ik nu de 24 Hour Smooth Wear Concealer Studio Fix. Heel ideaal, want het zit al aan een puntje. En dat doe ik eigenlijk onder mijn ogen. Helemaal omdat ik nu de laatste tijd een beetje er mooi uitzie. Doe ik eigenlijk met één tipje doe ik beide kanten. En zonder concealer, echt. Concealer is de uitvinding van de eeuw. En dat doe ik weer met een blendertje. Blend ik het zo eronder. Sommigen doen het ook met een kwast, maar ik vind dit wel het lekkerste. Zo zie je het verschil met niet gedaan en wel gedaan. Zo. En doe ik eigenlijk het leftover een beetje over mijn neus heen. En de plekjes die ik zie. Zo. En om het zeg maar echt meer in je huid te blenden. Dat je niet zo die witte banen onder je ogen ziet. Heb ik de Medium Plus Mineralize. En die gebruik ik met een grote kwast. En die doe ik dan op de concealer. Zodat het mooi met je foundation blendt. Kijk eens het verschil. Het is nog echt wel heel erg wit. En dit is al meer mijn huidskleur. Zo. Tada. Nou, over onze wenkbrauw. Oh, dat is Frankie. Die heeft jullie bijna. Frank, hou ze op. Wenkbrauwen zijn nu al aangetekend, maar met mijn foundation. Er zijn soms die haartjes wat minder. Ik teken nu een beetje eigenlijk de beginstrookjes een tipje bij. Gewoon voor de look. Hoeft niet. Maar het zou wel mooier straks met mijn heavy eyeliner. Dat die puntjes aan het begin dan mooi blijven. En hoe ik dit goed ga filmen, weet ik niet. Maar... kijk, dit is dan, ik heb nu de puntjes bijgewerkt. Dat is eigenlijk het enige wat ik nu hoef te doen. En dan doe ik het een beetje in overloop met wat ik over heb. Aangezien het een beetje kleurverschil heeft nog. Zo. Dus het is eigenlijk de wenkbrauw die getankt is en de andere niet. Persoonlijk, ik vind het zelf mooier even dat je die haartjes nog even in het begin ziet. En ik zou eigenlijk ook voor een touch-up gaan bij Hoortsjoe, bij Acacia Beauty. Maar nu vanwege het virus kan het natuurlijk niet. Zo. Jullie, hou ze op. Ze willen allebei aandacht. Net op het moment dat het niet kan. Zo. En trouwens, sorry, ik heb helemaal niet gezegd wat ik voor mijn wenkbrauwen gebruik. Ik gebruik Deep Dark Brunette in het potje voor mijn wenkbrauwen. En dan met mijn wenkbrauwkwast ook van MAC. Eigenlijk is bijna 90% van mijn make-up MAC. Dat is nummer 208S. Die loopt zo mooi schuin af. Beetje. Dus dat vind ik ideaal om die puntjes en die strookjes te zetten. Zo nu is eigenlijk mijn basis dan gelegd voor mijn eyeliner. Begin ik eigenlijk nu met mijn eyeliner. Ik heb een BE eyeliner. Het is gewoon bij de Isperie verkrijgbaar. Ik heb alle andere merken geprobeerd, maar het was gewoon niet voor mij. En deze is waterproof. Dus vind ik ideaal. Ik begin eigenlijk altijd in het midden. Ik ga even kijken hoe ik dit het beste voor jullie kan doen, dat je het ziet. Zo, ik trek altijd wel mijn oog dit licht, jongens. Nee, dat helpt niet. Maar ja. Goed idee. Ik trek altijd wel mijn oog bij elkaar. Omdat ik dan mooi een rechte strook kan zetten. Dus dat doe ik eigenlijk. Meteen zo. En het hoeft niet meteen helemaal perfect te zijn. Maar dat je wel ziet hoe dik je eyeliner wordt. Nou, daarbij pak ik dan het uiteinde. Verleng ik eigenlijk altijd recht. Ik ga nooit met mijn eyeliner omhoog. Vind ik zelf gewoon persoonlijk niet mooi. En dan verleng ik het eigenlijk naar het stukje. En nu zie je nog dat die leeg is. Nog niet gevuld. Ja. En dan ga ik hem eigenlijk nu opvullen. Ik kijk of ik hem dik genoeg vind. Soms ben ik echt in de één winehouse mood en de andere keer weer niet.
Zo. Nou, de wing is gezet. Dat doe ik alleen nog het begin. Dat doe ik eigenlijk aan het laatste. Vind ik ook het rottigste. Zodat er echt een puntje wordt gezet. En dit is dan de eyeliner. En nu mijn andere oog. Ik vind zelf echt veel grotere ogen lijken en gewoon meer sprekend nu momenteel. Het was een tijdje dat ik mijn eyeliner niet meer droeg. Aangezien ik gewoon even klaar was met al het heftige make-up. Maar ik ben echt helemaal back. Back on track. Soms doe ik te veel zwart op de onderkant van mijn oog. Ga nu de andere kant doen. Ook trek ik altijd mijn ogen zo strak. Zo. Het is echt heel erg onverdelig beeld dit. Ik weet niet hoe die make-up artiesten het allemaal goed doen hoor. Maar hè, hij is een beetje oud. Dus gaat het een beetje troebelen. Dus ik moet hem heel even goed krijgen, het kwastje. Zo. Het is trouwens echt wel een heel lekker dun kwastje. Ik heb echt alles al geprobeerd. Potloden. Maar ik vind het gewoon niet chill. En deze blijft gewoon 24 uur lang zitten. Als zou ik zo slapen en volgende dag wakker worden, zit hij nog steeds op. Trek ik weer een lijntje. Dat ik bij de andere kant heb gedaan. En dat lijntje breng ik dan terug. Naar het midden. En dan zie je weer dat hij niet opgevuld is. En dan vul ik hem op. En dan maak ik nog even een mooi puntje. Net als aan deze kant. Die iets mooier overloopt. Zo. En dan weer het beginnetje. Zo. Mijn eyeliner is al flik today. Ik zal het nog even een daglicht laten zien. Nou, de eyeliner is dus dat. Mijn tip is dan inderdaad je oog meetrekken. En altijd in het midden beginnen, dan kan je de dikte bepalen. En dan vanuit je ooghoek gewoon een puntje, streepje maken hoe ver en hoe lang je de wing wil. En vanuit daarop invullen. En met mascara is de look pas echt helemaal af, vind ik. Nu zie je nog niet mijn wimpers. En mijn mascara gebruik ik ook trouwens van MAC. En het is de In Extreme Dimension 3D Black. Ik heb nooit bruine mascara, ik vind dat zwart altijd het mooist. Zo, nu zie je eigenlijk één kant wel met mascara en de andere kant nog niet. Hij is echt bijna op, dus het is echt een beetje moeilijk aan het doen. Maar ik moet even een nieuwe kopen. En ik heb nooit mascara aan de onderkant. Aangezien ik heel veel droge ogen heb, heb ik altijd al gehad. En ik knip er echt heel veel met mijn ogen. En anders krijg ik aan de einde dag zo'n zwarte streep onder mijn oog. Dus dat doe ik nooit. Dus vandaar dat ik onder mijn mascara nooit doe. En ook, ik heb waterproof geprobeerd, alles. Maar het blijft gewoon voor mijn dingetje. Oh, ze zijn zo druk aan het spelen hier achter mij. Ik zal even laten zien. Nou, doe eens rustig, jongens. Dus, mijn ogen zijn klaar. Ik heb mascara opgedaan, zoals je ziet. En dan ga ik nu eigenlijk de finishing touch doen. Ik ga nog rouge op doen en highlighter. Zonder highlighter, no make-up. En ik heb rouge van MAC weer Next to Nothing. En ik gebruik weer een kort rouge kwastje. En dan gebruik ik het eigenlijk op mijn wangen. Hier is zo'n verschil. Hier allemaal een laag zit en hier al niks. Ik hou van veel rouge, dus ik vind het echt lekker op zon staan ook. Lekker bruin. En dan doe ik een beetje op mijn voorhoofd. Dan lijkt het wat kleiner. En mijn kaak klein zo, met wat ik over heb. En mijn highlighter is nog steeds soft en gentle, ook van MAC. En normaal gesproken doe ik het met kwastje, maar ik doe het met mijn vinger. Ik heb even geen goed kwastje nog. En dan doe ik eigenlijk op dit plekje. Zo. En ook aan deze kant. Ziet al dat glimmertje. Beetje op mijn neus. En op mijn mond zo. En normaal gesproken heb ik ook lipstift in huis. Maar die ligt nu bij Jules. Dus als ik nu nog mijn lipstift is mijn Spotlight Spice. En dan Lady Be Good lipstift. En dan is mijn lookje wel helemaal af. Ik ga eventjes naar daglicht. Als dat daglicht heeft trouwens. Oh ja. Dan kan ik even mijn make-up look echt even in daglicht laten zien. Zodat het nog een beetje blauw licht. Dit is nog niet perfect light om te laten zien. En trouwens echt. Oh, dit is trouwens wel goed licht denk ik. Ja, hier zie je ook mijn... highlighter zo. En mijn wing. Zwart. En mijn wenkbrauwen die zijn aangetekend. En mijn rouge. Maar mijn look is gewoon nog niet compleet omdat ik geen lipstift heb. Dus ik zal zo met lipstift even de fine look laten zien. En mijn moeder heeft gisteren dit langsgebracht. Al mijn bretspoppen. Ik wilde gewoon weer even kijken wat ik allemaal had. En kijk nou. Dit is echt mijn all-time favorite. Jullie kennen echt nog alle namen uit ons hoofd. Dit is Jasmine. Wie heeft nog meer met brets gespeeld? Echt, wij hebben echt alles. Dit is nog maar een gedeelte. We hebben zelf nog die kleine poppetjes. En we hebben ook nog de mannen. Die heb ik niet uitgepakt, want ik vind de mannen niet meer leuk. En we hebben echt ook nog de motoren en alle kleding. En we hebben heel veel zelfgemaakte kleding met mama toen al. Laat even een van onze creaties zien. Very chic. Met een high split. En een sjerpje. En we hadden deze gesmokte jurk ook gemaakt. Met mama samen. En deze. Het is nog wel een heel chic steltje. Een asymmetrische jurk.
Met één schoudertje. Nou, ik zeg hoe chic met de Bratz. En Julie en ik vinden dit echt onze leukste herinnering van vroeger. Maar hoe mooi zijn ook die gezichtjes. Ik vind het echt ongelooflijk. Dus we hebben heel veel creaties met onze eigen kleding. Dus ik moet even de originele kleding hier liggen met mijn mama eventjes zoeken. Want ik vond sommige stels vonden we gewoon niet leuk. We hebben gewoon zelf de kleding bedacht. Dus, nou, dit was de make-up tutorial from me. Vond je dit nou ook leuk? Dan kan ik verschillende looks met jullie bedenken wat ik kan doen. Ik kan ook nog een smokey maken in een neonkleur. Wat bij de neoncollectie past. Of dat shoulder smokey look laat zien in de volgende week vlog. Dus laat even weten wat je hiervan vond. Tips en tricks mag altijd. Je mening mag ook altijd. En ik ga nu even mijn haar feunen. Want ik heb net gedoucht. Het is nog helemaal nat. En dan ga ik misschien in de andere volgende week vlog laten zien hoe ik mijn haar krul. Nu is het namelijk nog echt helemaal nat en vreselijk. Dus misschien is het leuk voor de volgende week vlog een hair tutorial. Dus dank je. Jullie wel voor het kijken. Zo, met de tutorial opgenomen. Ik draag vandaag de Reiners hoodie in het neon green met de trench in het leer. De Levi's broekje en mijn Givenchy laarsjes. I love this coat. Kom maar, Chiri. Chiri moet heel nog naar buiten. Dus was even haasten. En hij gaat altijd krabben voor de deur. Uno, dos, tres. Oh. Zo, we zijn buiten. Chiri loopt eigenlijk altijd los en Frankie niet. Want je luistert niet, hè? Nee. Een chirietje wel. Oké, wat gaan jullie volgende week in onze weekvlog zien? Ik ga sporten. Waarschijnlijk ga je de verjaardag... Nee, die ga je nog net niet zien van mama. Van mama wel. Van onze mama. Loesje wordt 12 april 25 en Mike is jarig. Maar dat ga je dan net in de weekvlog erna zien. Ik denk dat je vooral heel veel thuisbeelden te zien krijgt natuurlijk. En gewoon wat wij op een dagelijkse dag eten. En Shielder make-up tutorial. My make-up tutorial en hoe wij alle webshop pakketjes gaan inpakken en versturen. Dus blijf op de hoogte van Reiners op YouTube kanaal. En blijf ons volgen. En love Reiners. Mwah.